Maandag 14 februari, de dag van de liefde. Ook in de gemeente Veghel en Uden werd er aandacht besteed aan Valentijnsdag. Kijkers en luisteraars van Skyline TV kregen de kans om iemand speciaal in het zonnetje te zetten door middel van een bezoekje met bloemen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de bloemenkelder in Uden. Maar liefst 10 mensen uit de regio werden verrast. Bij enkele verrassingsbezoekjes was ook de cameraploeg van Skyline aanwezig. Nou, ik heb in ieder geval hier een hele mooie bos bloemen die hier zijn voor u. Oh, dankjewel, dankjewel. En ik heb hier een mailtje bij de hand. Graag gun ik mijn man een bos bloemen omdat hij elke dag nog op 70-jarige leeftijd met veel plezier in zijn cadeauwinkel staat. Met vele fijne Valentijnsgroeten. Kobi Kampert. Inderdaad, dat klopt. Ja, dat dacht ik al. Dus, nou, Kobi, ik vind het hartstikke leuk dat je eraan gedacht hebt. En ik hoop dat we dat nog diverse jaren mogen beleven. Ik heb een vermoeden, denk ik. Dus... Ik heb een mailtje gekregen. Zal ik hem voorlezen? Goed. Oké. Nou, daar komt hij. Het zou heel fijn zijn, want wij zijn bezig natuurlijk met al die boeketten uit te delen. Dan riepen we de mensen voorop. Het zou heel fijn zijn om onze moeder eens in het zonnetje te zetten. In augustus 2010 werd bij haar kanker geconstateerd en ze is pas 45 jaar. Na 4 maanden onderzoeken, operaties en diverse ziekenhuizen is het definitief dat ze darmkanker heeft. Begin januari is ze met de chemo gestart en inmiddels heeft ze 2 kuren gehad. Dat is heel zwaar voor ze, maar ze blijft hoop houden. Ze wil ons, Jorianne, als ik dat goed zeg, 9 jaar en Valerie 10 jaar groot zien worden. We vinden, omdat ze een doorzetter is en een enorme wil heeft en om beter te worden een steuntje de rug nodig heeft, daarom heeft ze deze bloemen verdiend. Nou, en het is u gegund. Dankjewel. Oké, en ik hoop dat u er heel veel plezier van heeft. Dankjewel, Valerie, Jorianne. Oké. En Albert natuurlijk, want die zal er ook wel iets van weten. Die zit op zijn werk, dat stond hier ook onder. Ja. Nou, ik vind het geweldig. Echt waar. Nee, het is Valentijnsdag, dat weet u vandaag. Ja, zeker wel. Ja, Valentijnsdag. Nou, en er is iemand die u en uw man een bloemetje wil geven. Iemand die u een... Nou, dat vind ik leuk. Nou, ik zou zeggen, geef de bloemen maar. Een cadeautje. Ja, een mooie bos bloemen voor u en uw man. Nou, dank je zeer. Wat vindt u ervan? Nou, ik sta helemaal perplex. Dat vind ik leuk. Nou, ik ga even kort het mailtje voorlezen. Ik wil namelijk... mijn pa Wim van der Linden. Oh, dat is onze dochter. Mijn pa Wim. Ja, precies. Opgeven voor jullie actie. En hiervoor heb ik meerdere redenen. Mijn pa is jarig op 14 februari. Helemaal waar. Dus u heeft vandaag gefeliciteerd. Dankjewel, ook dat nog. Met uw man. Is uw man zelf thuis? Jawel, die is wel thuis. Oh, kunt u hem even erbij halen? Nou, ga ik even doen. Moment. Ja, we wachten even. We gaan heel even snel tot meneer erbij komt. Nou, ik heb een mailtje gekregen voor u en uw vrouw natuurlijk. Ja. Ik wil namelijk mijn pa Wim van der Linden opgeven voor jullie actie. Hiervoor heb ik meerdere redenen. Mijn pa is vandaag jarig, dus gefeliciteerd, meneer van der Linden in Eerde. Een schitterende dag om ieder jaar weer te mogen vieren. U knutselt nogal veel, staat erin. Maar u heeft een probleem gehad, want u bent gevallen met de motor. Ja, een ongelukje gehad. Ja, met de motor. Ja, en nou heeft u uw knutselpols gebroken gehad. Ja, de rechter en de linker dus, kon die missen. Was gebroken. Ja, maar u doet nogal heel erg veel. Dus, en daarom krijgt u deze bos bloemen. Weet u van wie ze zijn? Ik denk dat het niet zo moeilijk is. Ik denk ons Loes. Ja. Ons Loes, dat staat er ook onder. Ons Loes. Nou, dus deze bloemen zijn speciaal voor u beiden. Geniet ervan. Nou. En heb nog een hele mooie dag. Ja, dankjewel.